En daar komt het erfgoed niet echt goed uit naar voren. De gemeente Den Haag bezuinigt hevig de komende jaren, niet alleen in cultuur, maar vooral ook in het erfgoed. Museum krijgt het zwaar. Wij als gemeentemuseum krijgen het redelijk zwaar. Maar ik kan u wel meedelen, dit soort initiatieven zullen wij als gemeentemuseum altijd blijven steunen, ongeacht of wij bezuinigd worden of niet. Kunst moet iets zijn wat voor iedereen toegankelijk is. Dat is iets wat bij ons centraal in het beleid van het gemeentemuseum staat. Niet alleen maar kunst in huis hebben, maar ook kunst kunnen tonen, kunst toegankelijk maken. Mensen kunnen laten genieten van de kunst. De kunst is ongelooflijk mooi en je kunt daar ongelooflijk veel plezier aan beleven als je daar naar kijkt, over praat en als ik er opnieuw naar kijkt. En ik ben er heel erg van overtuigd dat de film die gemaakt is met al die topwerken uit de gemeente Den Haag een hele belangrijke bijdrage vormt in dat beleid, want als wij niet alleen als gemeentemuseum hebben, maar ook al die andere musea in Den Haag,